Goedemorgen, het is weer maandag, dus we gaan weer keihard de tijger aan. Ik heb er heerlijk zin in. Ik heb er zin aan, zoals iemand zou zeggen. Ik wil je, joh. Ja, wat gaan we doen? We gaan lekker trainen. En vanmiddag zie ik wel. Ik weet niet wat voor weer het wordt. Ik weet niet wat voor weer het is. Dus. Als ik ergens heen ga, dan neem ik u wel mee. Dus. Als ontbijtje heb ik. Ja. Mijn lievelingsontbijt. Kwark met havervlokken en honing erin, want anders vind ik het niet te kauwen. En ja, dat was het voor de morgen groet. Ik heb rugby gisteravond nog gekeken. Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Ja, Australië heb gewonnen. Jammer genoeg. Nou ja, weet je, verdiend of verdiend. Want die Argentijnen, ja, ik zei het gisteren ook al, ik heb niks op met het Koningshuis. En ook niet, ik vind. Maximaal vind ik ook een lekker wijf. Dus die Argentijnen mochten van mij wel bloeien. Dus, nou, dat is uitgekomen. Dus de finale is. Nieuw-Zeeland, de All Blacks tegen Australië. En de kleine finale is de Springbokken, wel Zuid-Afrika, tegen de Argentijn. En die mafkees van een Maradona staat ook nog op de tribune. Dus. Nou, ik wens u een prettige dag verder. Zo! Goedemiddag. Ik ben weer terug van trainen. Het wordt later dan anders, maar ik moest ook nog even boodschappen doen, want ik had anders geen lunch. Ik dacht alleen vanmorgen dat ik kapot ging, want level 7 met de hamsterwanten was wel erg zwaar. 5 keer 11,5% omhoog en dan ertussen gewoon 8,5% blijven lopen. Dat is of je een berg aan het beklimmen bent. Dus, voor lunch heb ik een salade. Die heb ik even gekocht en ik heb er zelf makreel in gedaan. Die had ik nog liggen in de ijskast. En ik heb... Om even goed te herstellen, heb ik dat oranje drankje. Dat is geen, dat is heet in je pens. Dat is een smoothie met wei-extraat, sinaasappelsap en bleekselderij. Dat is even om te herstellen, want ik ik heb weer met Wim getraind en dan lopen we elkaar een beetje te stangen. En ongemerkt eventjes een paar kilootjes erbij zetten. Dus dan weet u het wel. Ik ben echt eventjes af. Dus ik ga vanmiddag even fietsen. Het is hartstikke mooi weer. Dus ik neem u hartstikke mee. Ik neem u mee. Dit is mijn achtertuin. De Sazen Schans. Hier is eigenlijk heel goed te zien hoe Zaanstad volgebouwd is. Aan de ene kant heb je de polder. En als ik dan heel langzaam die kant op ga, dan ziet u alweer huizen. En dat is Wormer. Dus ik ga plaats maken, want er komt iemand aan met die is gehandicapt. En dat... heb ik alle respect voor. Dus. Door het dorpje Wormer.
Deze straat hebben ze helemaal vernieuwd en in oude glorie teruggebracht. Ook met lantaarns. Goedenavond, daar zijn we er wel met. Wat eten we vanavond? We eten vanavond een groente op een amazien, tofu, curry met rijst. Iedereen die gewone geen koolhydratenarm diëten volgt, die kan gewone rijst nemen, pandarijst. Ik neem de rijst van de Action, de meukwinkel wil ik elke keer zeggen, maar ja, die is ook eigenlijk wel zo. Wat hebben we nodig? Nou, het is heel simpel. Wat hebben we nodig? We hebben nodig een rode en een groene paprika, natuurlijk de aubergine, kokosmelk, 1 rode ui, 1 eetlepel citroensap, de citroengras, 1 eetlepel rode curry pasta, natuurlijk tofu en kaneel. Dat gaat er allemaal in en daar maken we gewoon iets lekkers van. Het zag er lekker uit op de vrouwen dan, dus ik maak er ook iets lekkers van. Goedenavond. We zitten hier weer aan tafel. Ik wil een beetje de dag doornemen, maar ja. Ik had vanmorgen op Facebook gezet van we waren zo, was zo gezellig op de dinges. Steeds zwaardere gewichten en nu ben ik half dood. Dus mensen nemen het allemaal serieus en die denken dat je dan echt helemaal kapot bent. Nou ja, na een uurtje ben je hersteld. Ik heb vanmiddag nog even 20 kilometer gefietst. Dus ja, het wordt steeds donkerder. Ik hoop dat u mij goed kan zien. En wat heb ik? Nou ja, dat heb ik in de keuken al verteld. Ik heb een aubergine, tofu, curry gemaakt met rijst. Het is dit geworden. Ik heb het even heel leuk opgemaakt. Voor mensen die altijd naar die kookprogramma's kijken. Dus ik heb het ook op mijn manier een beetje netjes opgemaakt. Dus. Ja, ik ga vanavond helemaal geen televisie kijken. Ik moet naar Tjachi om 8 uur. En dan ben ik om 9:30 thuis. En dan heb ik geen zin om meer naar een of andere slapjongens te kijken. Dus vandaag wel een hoop mensen ontmoet die vroegen hoe het ging. Nou ja, die kan een imbecile vraag. Al gaat het bij mij hartstikke kloten, dan zal ik altijd nog zeggen van ja, het gaat hartstikke goed en een glimlach op mijn gezicht. Net als Sheldon. Dus, ik hoop dat u weer met plezier hebt gekeken. Ik heb onderweg nog wat mensen ontmoet, maar ja, dan denk je, zal ik een interviewtje afnemen, maar ja, dat doe je er maar niet. Dat denk je dan als je al 2 kilometer verder bent, maar nee. Het was een heerlijke dag, het was hartstikke mooi weer. En de buitengeluiden kun je wel weer horen dat de kindervakantie over is. Wat een herrie maken die pubers. Nou ja, pubers. Net geen pubers. Dus. Nou, ik wens u een hele prettige avond. En doe voorzichtig. En doe geen rare dingen die ik ook niet zou doen. Het zijn er heel weinig, maar. Oké.